Dag Rob, welkom terug in België. Hoe blij ben je om terug in België te zijn? Heel blij. Mijn familie woont hier, al mijn vrienden zijn hier en ik ben hier opgegroeid, dus heel blij om terug in het land te zijn. Kan je ons eens vertellen waarom je voor Lommel SK hebt gekozen? Ik heb voor Lommel gekozen omdat het project heel goed was en mij heel erg interesseerde. Ik heb ook naar een paar naar de wedstrijden gekeken en Rafik gebeld om te kijken hoe jullie speelden. En de speelstijl trekt me erg aan, dus daarom heb ik voor Lommel gekozen. Rafik, die ken je dan al van voorheen? Ja, ik en Rafik hebben een jaartje samen gespeeld in de U8 in Sint-Truiden. En dan zijn we nog in contact gebleven en zo, dus ik ken Rafik wel. Nog spelers die je al kent? Jawel, Antef, daar heb ik samen mee gespeeld in de nationale ploeg. En ook in Engeland hebben we een paar keer tegen elkaar gespeeld, dus Antef ken ik ook. Ook fijn dan om samen aan te komen. Zeker, zeker. Ik wist niet dat hij hier ging tekenen, dus ik zag hem in de kleedkamer. Het was wel een aangename verrassing. Het is allemaal vrij snel gegaan, denk ik, zo op het einde van de transferperiode. Kan je ons eens schetsen hoe dat er zoiets uitziet? Zo die laatste dagen, hoe is die overstap in orde gekomen? Ja, zeker heel snel gegaan. Dus ik heb bericht gekregen van mijn manager, de 30e, dat Lommel geïnteresseerd was. En dan moest ik de dag erna al beslissen, maar de keuze was snel gemaakt, omdat ik me snel heb geïnformeerd. Dus dan heb ik de 31e alle testen gedaan en heb uiteindelijk kunnen tekenen. Kijk eens aan. Wat kunnen supporters verwachten van jou? Supporters kunnen van mij verwachten iemand die altijd 100% speelt, alles geeft voor de badge en zeker houdt van winnen. Perfect. Goed. Bedankt, Rob. Okay.